Welkom iedereen. Mijn naam is Wouter van Twillert en ik welkom jullie bij de klimaattafel Wonen, die in Zaanstad wordt georganiseerd voor en door Zaanstad, Zaanstedelingen. Ik weet niet of daar de juiste woord voor is. Ik werk voor de Stichting Sea Creators en de Stichting Sea Creators heeft als rol vandaag om jullie door een 2 uur lange tafel te leiden, waarin wij inspireren, tenminste het programma staat op het programma staat inspireren, het gesprek aangaan en de laatste ontwikkelingen toelichten. Voordat ik van start ga, zijn ook nog een aantal huishoudelijke mededelingen. En die hebben vooral betrekking op wat voor manier wij hier als digitale moderators met jullie het gesprek aangaan. Het is ook spannend wel voor de gemeente om het op deze manier te doen, maar ondertussen is dit al de derde keer en we hebben begrepen dat het hartstikke goed gaat, dus voel je vooral vrij om via de chat wat vragen te stellen, zodat we dus die indien mogelijk ook kunnen gaan oppakken. We beginnen met een plenair deel en daarna gaan we aan de slag in breakout sessies. En voor die breakout sessies heb ik als het goed is ook al jullie uitnodigingen ontvangen en ook al geaccepteerd, waardoor we in een wat kleinere setting het gesprek wat beter kunnen aangaan over het thema waar jullie voor gekozen hebben. Dat zal de eerste 1,5 uur duren. 17:40 komen we opnieuw dan samen om kort te reflecteren op wat er in die breakout besproken is. En daar gaan we uiteindelijk met een aantal conclusies mee naar huis. Wat belangrijk is, als je een vraag wil stellen, dan kan je met de raise hand knop op Starleaf kan je aangeven van nou, ik heb die vraag. De moderator, in dit geval ik en of Sophie, die ziet het dan en kan jou het goede op het juist met het woord geven. Stel je voor dat je vraag al beantwoord is, dan kan je je raise hand uitdrukken en gewoon weer instellen. Misschien kan ik dan heel even kort Sophie zich nog laten voorstellen. Sophie? Ja, hi, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sophie Snoek. Wouter heeft het al kort geïntroduceerd, maar ik werk eveneens bij Sea Creators, een stichting om circulair bouwen binnen de metropoolregio Amsterdam op te schalen. En Zaanstad is een partner van ons, vandaar dat we in deze hoedanigheid hierbij zitten. Ik kijk erg uit naar vanmiddag. Dat is mijn bijdrage. Dankjewel. Waarom Sea Creators in? Oh, wacht. Er is nog een... precies, dit had ik misschien nog even kort willen toelichten. Technische vraag. Kijk dan vooral even in de handleiding Starleaf. Die heb je als het goed is allemaal ontvangen. Heb je aanvullende vragen, dan kan je een mailtje sturen naar dit adres via WhatsApp. Daarnaast, wel belangrijk is dat het plenaire deel wordt opgenomen. Dus stel je voor je hebt daar bezwaar tegen, dan kan je je camera ook uitzetten. De breakouts worden ook opgenomen, maar die worden direct na de opname worden die gedelete. Die gebruiken we eigenlijk alleen voor het verslag. Even kijken hoor. Ik wilde eigenlijk nog één slide terug. Ja, precies, ja. Het licht gaat even mee. Ik moet dat bewegen. Dat zien jullie misschien. Ik ga blijven in het donker zitten. Anders dan leidt het te veel af. Waarom Sea Creators en waarom zijn wij hartstikke blij dat we hier een rol bij mogen spelen? Dus Sea Creators heeft een, jullie zullen het niet allemaal kennen, maar is 3,5 jaar geleden opgericht vanuit de behoefte om in de regio veel meer en veel beter samen te werken op het thema circulair bouwen. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, of misschien wel niet, is de bouw verantwoordelijk voor een ruime 40% van al het afval en de CO2-productie van een stad of een regio. En in Zaanstad is dat eigenlijk niet anders. Dus willen wij iets kunnen doen aan de CO2-neutraal maken van een stad of een regio, dan ontkom je niet aan om de bouw daarin centraal te stellen. Dus vandaar dat we ook een bouwgeoriënteerd programma hebben samengesteld en wij ook vanuit onze expertise domein denken wel dat we wat haakjes kunnen leggen met de praktijk die we nu zien. Maar goed, voordat ik al te veel tijd besteed aan wat wij doen en wie we zijn, zou ik graag door willen met het programma, want we hebben best wel een heel vol programma. En ik zou graag Songul, het wethouder Songul Mutler, het programma willen geven. Die gaat zo meteen in een korte introductie vertellen waarom het voor Zaanstad belangrijk is en waarom zij er zelf ook op intekenen. Voordat we
De rest van de agenda doen. Nou, jullie kunnen zelf ook lezen, maar we starten met een aantal Zaanse ontwikkelingen. Vervolgens worden we geïnspireerd door de agenda. En dan gaan we richting de breakouts. Dus ja, zonder verder gras voor de voeten van Songül Mittler weg te halen bij deze, ja, the floor is yours. Dankjewel Wouter. En heel fijn dat jullie dit doen. Voor degenen die mij niet kennen, Songül Mittler, wethouder wonen en bouwen. En op dit moment zijn we als gemeente enorm inderdaad ook echt aan het bouwen om aan de bouwopgave te voldoen. We willen groeien naar 200.000 mensen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook een enorme opgave als het gaat om het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Namelijk tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. En dat vraagt wel iets van ons allemaal. En ik weet dat er op dit moment ontzettend veel creatieve ideeën er zijn. Zeker als het gaat om woningbouw. Of het nou gaat om houtbouw, circulair bouwen. Het zijn wel gesprekken die gevoerd moeten worden. En er is nog best wat angst bij ontwikkelaars. Dus ik ben ook heel erg blij dat een aantal van de ontwikkelaars vandaag ook aanwezig zijn. Het is vandaag de derde tafel in de hele reeks. En als college hebben wij gezegd, wij committeren ons allemaal stuk voor stuk vanuit onze eigen portefeuilles als het gaat om het behalen van onze klimaatdoelstellingen. En ik vanuit mijn portefeuille wonen. En ik had jullie liever ook fysiek hier mee willen maken, maar helaas doen we het vanwege corona digitaal. Wat ik heel erg zie de afgelopen tijd is dat wij met elkaar toch best wel leuke en nieuwe initiatieven ontwikkelen in de stad. Voldoen aan onze klimaatdoelstellingen is niet alleen een financiële opgave, maar vooral een organisatorische opgave. En dat betekent dus wel dat wij genoodzaakt zijn om meer met elkaar samen te werken en niet weer constant een wiel uit te vinden. Daarom ben ik ook blij dat Gijs straks ook iets gaat vertellen over goede voorbeelden, ook die collectieve inkoop voor particuliere wooneigenaren. Ben ik heel erg enthousiast over wat Partio nu aan het doen is met Urgenda. Urgenda heeft nu eindelijk ook de huisvesting in Zaanstad. They're back to the roots. En dat geeft ook aan dat we op die manier veel stappen kunnen zetten. Ik hoop, Wouter, dat wij een constructief, creatief gesprek hebben vandaag. En dat wij echt die duurzame stappen kunnen zetten voor de toekomst van onze kinderen. En dat is broodnodig. En dat we misschien over die drempel heen gaan. Dat we ons niet meer zo angstig voelen om in die ontwikkelingen mee te gaan. Want de initiatieven, de creatieve ideeën zijn er. Maar hoe doen we dat dan met elkaar? Zeker als het gaat om het deel wonen. Dus ik hoop dat we hele fijne gesprekken gaan voeren met elkaar. Ja, dankjewel wethouder Mittler. En fijn om zo een soort van de context neer te zetten waarin we met elkaar het gesprek aangaan en geïnspireerd gaan worden. Dankjewel. En ik denk dat we later nog wel weer terug kunnen komen op de uitkomsten van deze dag en hoe dat ook gaat landen binnen de gemeente en de actieagenda voor de komende tijd. Dus nogmaals dank. En om verder te kunnen gaan praten is het denk ik ook heel belangrijk om te weten wat is het vertrekpunt, hè, en welke context opereren we nou eigenlijk. En daarom zou ik graag nu het woord willen geven aan Femke Nagel, om daar ons kort over bij te praten van waar staan we nou eigenlijk en hoe zit deze klimaattafel nou in de plannen voor de komende tijd. Ja, super. Dankjewel, Wouter. Ben ik goed te verstaan? Ja. Ja. Anders pak ik even mijn koptelefoon. Dan gaan we het zo proberen. Dankjewel. Ja, voordat we naar onze sprekers gaan en het volle programma dat we hebben, willen we als gemeente graag kort even iets vertellen over waar we nu staan met de verduurzaming en wat er op dit moment allemaal speelt. Zoals je kan zien op deze presentatie zijn we begonnen met de tafel in september 2019. Op de eerste bijeenkomst hebben we vooral kennis gemaakt. Hebben we gekeken wat is er allemaal al in de stad. En dat hebben we gebundeld in het Klimaatakkoord 1.0. Dus dat was eigenlijk nog een verzameling van allemaal losse initiatieven. Van gemeenten, van bouwbedrijven, van inwoners, van het hele spectrum. En de tweede tafelronde zouden we eigenlijk starten in maart, april. Dat moest toen door corona helaas komen te vervallen. Dus dit is eigenlijk de tweede tafel die we nu alsnog digitaal weten vorm te geven. Nou, we hebben in de tussentijd geprobeerd mensen zoveel mogelijk op de hoogte te houden met de nieuwsbrief, Nieuw-Zaans Klimaat. Als u nog niet geabonneerd bent, ziet u aan het eind van de presentatie hoe u daar ook voor kan inschrijven.
En we hebben een online consultatie gehad om zoveel mogelijk op te halen wat mensen nou belangrijk vinden bij deze tafels. En daar kwam heel nadrukkelijk in naar voren dat mensen behoefte hebben aan inspiratie, concrete voorbeelden. Hoe kan het al? Waar zijn de potenties om op te schalen en de samenwerking op te zoeken? Nou, zo hebben we ook geprobeerd het programma nu vorm te geven. En hierna gaan we verder met het schrijven van het Klimaatakkoord 2.0. En dat hopen we begin 2021 geheel coronaproof te kunnen lanceren. Even kijken naar de presentatie. Ja. Nou, dat Klimaatakkoord 2.0, wat zit daar dan allemaal in? Het gaat over het nieuwe Zaanse klimaat. Dus het gaat zowel over de energietransitie als over een gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie. Als onze ambitie om een circulaire stad te zijn. We maken daarmee inzichtelijk wat er op dat gebied nu de belangrijkste beleidsontwikkelingen zijn. En dat vullen we aan met initiatieven die er zijn in de stad. Van de grotere en meest concrete stappen die we zetten, wordt er een doorrekening gemaakt door CE Delft. Zodat we ook kunnen kijken, als onze ambitie is om in 2040 klimaatneutraal te zijn, hoe ver komen we dan eigenlijk met onze plannen? En hoeveel impact hebben die op verschillende onderdelen? Tot slot benoemen we een aantal kansen en ontwikkelingsrichtingen. Dat zijn vooral de dingen die bijvoorbeeld uit deze tafel, maar ook de tafel bedrijven en de tafel maatschappelijke organisaties gekomen. Dus waar zien we met elkaar dat het belangrijk is om elkaar in op te zoeken? Nou, heb je een belangrijke ontwikkeling of een nieuwtje, of zeg je van er is inmiddels heel veel gebeurd en dat weten we misschien niet, geef het vooral aan ons door, dan kunnen we het zo goed mogelijk meenemen in het Klimaatakkoord. Dan willen we jullie even in een vogelvlucht door de belangrijkste beleidsontwikkelingen meenemen. Dat is heel veel informatie en eigenlijk zonde voor het rijke programma wat we nu hebben. Dus ik noem het eventjes heel kort op hoofdlijnen. We voegen nog een paar sheets toe in de presentatie die we nasturen en online zetten. Maar het is in ieder geval wel belangrijk voor jullie om te weten dat dit op dit moment speelt. Allereerst de regionale energiestrategie. Dat gaat over grootschalige opwek van duurzame energie. Hoe gaan we de opwek van zonnepanelen en windmolens inpassen in onze stad? En hoe gaan we daarin zorgen dat het omringende landschap zo goed mogelijk bespaard wordt? We kijken ook welke regionale warmtebronnen we tot onze beschikking hebben. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is het lokaal eigendom. En dat is juist voor u als inwoner of als organisatie in de Zaanstreek belangrijk om te weten. Dus hoe zorgen we nou dat de nieuwe duurzame energie die we opwekken ook nut en de profijt ervan bij de direct omwonende en omliggende bedrijven komt liggen. Het conceptrest is inmiddels openbaar gemaakt en de komende maanden willen we met partijen in de stad kijken naar de mogelijkheden die er zijn en de draagkracht die er is te vinden in specifieke windgebieden, zoekgebieden noemen we dat, sorry. Dus en voor wind en voor zon. Nou, op de rechterkant van de pagina ziet u de belangrijkste website waarbij u meer informatie daarover kan vinden. En daar nou aansluitend is de transitievisie warmte. Hier kijken we hoe gebouwen kunnen verwarmen als ze van het aardgas afgaan. Het warmtenet in Zaandam-Oost is hier toen natuurlijk een hele belangrijke eerste stap. Maar voor de hele stad is het eigenlijk al belangrijk dat we nu die eerste stappen zetten. Denk aan isoleren, energie besparen. En dat is iets waar we niet achter elkaar, maar tegelijk met elkaar stap in moeten zetten. Nou, het vraagt ook om maatwerk voor verschillende wijken. Dus in de ene wijk is een warmtenet misschien de beste optie en in de andere wijk misschien all electric. En dat is wat we in het concept transitievisie zo goed mogelijk in beeld willen brengen. Wat zou dan het startpunt zijn en hoe gaan we dat uitrollen in verschillende wijken? Nou, ook dit beleidsstuk wordt nog dit jaar waarschijnlijk openbaar gemaakt. En dan gaan we zoveel mogelijk mensen daar ook over informeren, voordat het ter besluitvorming naar de raad gaat begin 2021. Want daarna volgt zijn wijkuitvoeringsplannen, dus dan gaan we met alle stakeholders kijken hoe we dat nou handen en voeten gaan geven in de specifieke wijken. Het derde belangrijke onderdeel is het Zaans mobiliteitsplan. Dus hoe gaan we toewerken naar toekomstbestendige mobiliteit in deze stad? Er komen steeds meer mensen in Zaanstad wonen, werken en recreëren en de ruimte wordt natuurlijk schaars. Dus in het nieuwe plan willen we vooral kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven en ook dit zo klimaatneutraal mogelijk kunnen vormgeven. Dus dat kijkt naar de infrastructuur, maar dat kijkt ook naar mobiliteitsservices als het aanbod van OV of de mogelijkheden voor deelmobiliteit. Maar we staan ook stil bij de rol van de gebruiker, want het zijn uiteindelijk de inwoners die de mobiliteitskeuzes maken. Nou, meer informatie over dit plan vindt u op de link die aan de rechterkant is weergegeven. En tot slot wil ik u nog even wijzen op het uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Om te zorgen dat we in Zaanstad de klappen van klimaatverandering goed weten op te vangen, zijn we bezig met een uitvoeringsplan op te stellen.
Dus hoe gaan we om met hittestress, met piekbelasting van regen en stormen? En ook daarvoor geldt dat het natuurlijk heel belangrijk is dat de hele stad eraan meedoet. Dus we kunnen dat niet alleen in de openbare ruimte oplossen. Dat vergt ook iets van alle bedrijfsterreinen, alle bedrijfsdaken, alle inwoners, hun tuintje en dak bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets waar we elkaar in samenwerking moeten vinden. Nou, er wordt nu een conceptuitvoeringsplan opgesteld. En begin 2021 gaat dat ook voor besluitvorming naar de Raad. En heb je daar nou nog concrete ideeën over? Of ben je eigenlijk al heel erg goed aan de slag en zouden meerdere daarvan kunnen leren? Laat het ons weten, dan kunnen we dat ook meenemen in deze planvorming. Nou, we voegen in het verslag nog even een tabel toe die heel duidelijk laat zien wanneer nou de vaststelling van documenten is, zodat u ook tijdig weet wat de belangrijkste momenten zijn om contact op te nemen of te weten dat er een raadpleging is of mensen daaraan mee kunnen doen. En ik zou het liefst hierbij laten, omdat we zulke mooie presentaties hebben, dat we daar het liefst zo snel mogelijk naartoe gaan. We sturen dit na en we voegen nog wat extra informatie toe. En u kunt ons altijd benaderen als u nog vragen heeft. Ik heb nog even behoefte om door te gaan naar de twee pitches die we hebben. En daarna hebben we het moment om een aantal vragen te behandelen. Dus ik zou graag beginnen met de pitch van klimaatcoach door Ruud Zwering. En vervolgens gaan we naar WeSpark door Robert Hemmen. Ruud Zwering, ben je er helemaal klaar voor? Wij zien Ruud nog niet. We zijn hem even aan het zoeken. Klein momentje. En anders zouden we eerst naar WeSpark kunnen gaan. Ja, we mogen natuurlijk niet WeSpark zo voor het blok zetten. Die had gehoopt op, dat Ruud natuurlijk eerst ging. Nee, hier zo niet. Nee, wij zien Ruud nog niet. Is Robert Hemmen er wel? Kunnen we eerst beginnen met WeSpark? Ja hoor. Je horen mij goed? Ja. Ja, zeker. Is ook een presentatie van WeSpark? Ah ja, kijk, ja, daar komt ie. Ja, ik ben directeur van WeSpark. Wij leveren energie, groene energie aan consumenten en aan bedrijven. En dat is eigenlijk nu wat we gewoon al kunnen leveren. We hebben voor de zakelijke klanten een handelsplatform. En dan kun je ook rechtstreeks op de beurs je energie kopen en terugleveren. Dus als je overschot hebt van zonne-energie, kun je dat gewoon terugleveren. Krijg je ook een vergoeding voor, een goede vergoeding. En daarnaast zijn we ook bezig met energy communities. Dat is eigenlijk zoiets als energie leveren aan elkaar via opslag. En voor consumenten hebben we nu een Urnie, dat is een klein apparaatje, kun je in je slimme meter stoppen, slimme P1 poort van je slimme meter, en dan kun je ook je energie monitoren, wat je opwekt en wat je ook verbruikt. Maar dan kunnen we het ook gaan vergelijken met anderen in jouw community, dus daar kunnen we bij helpen. Ja, dat is eigenlijk in het kort wat wij doen. We zijn coöperatief, je kunt ook lid worden voor één participatie of meer, €25, en voor bedrijven ligt dat bedrag wat hoger. Maar uiteindelijk willen wij de hele Zaanstreek energie neutraal maken. Een energie community waarbij alles zoveel mogelijk duurzaam is opgewekt. En ook opgeslagen kan worden en teruggeleverd kan worden. Dus dan heb je het echt over die teruglevering via zo'n platform. Dus dat is eigenlijk wat we zijn en wat we willen bereiken. Hey Robert, en ik heb nu toch even tijd omdat we Ruud nog niet kunnen vinden. Maar... Dit klinkt natuurlijk supergoed. Eigenlijk twee vragen. Hoeveel mensen of organisaties zijn nu al aangesloten bij WeSpark? Ja, we hebben nu 35 consumenten. We zijn eigenlijk net begonnen afgelopen paar maanden met een grote campagne. Ook met Minnesmaat trouwens, als bekend gezicht in de Zaanstreek. Maar hebben we nu al 35 consumenten en we hebben een aantal bedrijven die lid zijn. En de gemeente Zaanstad staat op punt ook om energie van ons te gaan afnemen. Dat zit al een tijdje in het vat, maar dat gaan ze nu ook echt dit jaar concretiseren. Dus oktober heb ik begrepen. Ze hadden het eigenlijk eerder verwacht. Maar dan gaan we dus ook energie leveren en terugleveren van de gemeente Zaanstad. Van een heel groot aantal aansluitingen. En na vandaag is dat natuurlijk helemaal zeker. De wethouder, die luistert wel. Stel je voor, ik wil dit ook. Ik woon ook in Zaanstad. Wat moet ik dan doen? Waar kan ik naartoe? Nou, het is heel simpel. Een paar klikken op de website. Dus als je naar de website gaat, wespark.nl, dan
dan zit er een knopje overstappen en dan berekent de module op de website ook meteen wat je voordeel is. Maar over het algemeen is onze groene stroom goedkoper dan van andere partijen. Maar het is vooral, dat is eigenlijk belangrijk, 100% groen. Dus dat blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek. Maar je kunt heel makkelijk overstappen, een paar klikken en dan ben je overgestapt. All right. Ja. Dankjewel Robert. We hebben Ruud nog niet gevonden, dus we gaan eerst naar Gijs van Urgenda. En daarna hopelijk dat we Ruud weer terugkrijgen, zodat hij zijn pitch kan doen. Want hij heeft een mooi verhaal over klimaatcoaches. Dus ik zou graag het woord willen geven aan Gijs van Urgenda. Oh, wacht. Nee, ik krijg een signaal dat Ruud er toch is. Dus we gaan toch eerst naar Ruud terug. Nou, never a dull moment, zou ik maar zeggen. Dus we gaan toch naar Ruud voor zijn pitch over de klimaatcoaches. Ruud Beder. Ruud, horen jullie mij? Zeker. Kijk, opeens lag mijn internet eruit. Dus ik ben Ruud Zwering. Ik ben 52 jaar oud. En ik woon samen met mijn partner in de Westerwatering hier in Zaandam. In een energie-neutraal huis. Ik wil jullie iets vertellen over mijn vrijwilligerswerk als klimaatcoach bij de Stichting Klimaatgesprekken. Wekelijks, zo niet dagelijks, worden we overspoeld met informatie over klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Nou, ik word daar niet bepaald blij van en ik denk dat het bij jullie ook zo zit. Maar van tobben of zwaarmoedigheid, dat verandert de situatie niet. En dat motiveert ons ook niet tot actie. Daarom is het goede nieuws dat iedereen zijn CO2-voetafdruk kan verkleinen. En zijn handafdruk / impact kan vergroten. En in de workshopreeks klimaatgesprekken, die ik onder andere faciliteer, verkennen we met elkaar wat ieder van ons kan doen om zijn of haar leven klimaatvriendelijker in te richten op een manier die past bij je eigen situatie en je eigen doelen. Ik ben als vrijwilliger een van de klimaatcoaches die twee series workshops gaan starten en volgende week gaan we van start. Ik denk dat je nu naar de volgende sheet kan. Klik je verder. Ik weet niet wie de sheets bedient, maar ja, precies. De aanpak van klimaatgesprekken werd in Engeland ontwikkeld onder de noemer Carbon Conversations en waaide 3 jaar geleden over naar Nederland. Inmiddels deden al meer dan 1000 deelnemers mee aan de workshopreeks door het hele land. En in Zaanstad zijn aan het begin van dit jaar een tiental coaches opgeleid met steun van de gemeente Zaanstad. En wij faciliteren dus de workshops. Gebleken is bij vorige deelnemers dat de klimaatvoetafdruk met zo'n 20-50% terug kan lopen door de dingen die we met en van elkaar leren. En wordt ook aandacht besteed aan de klimaathandafdruk. Van hoe kan jij anderen inspireren tot een meer duurzame levensstijl? Nou, om de 2 weken hebben we een workshop van 2 uur. Elke avond met een eigen thema die je hier op de sheet ziet. Eten, vervoer, eigen huis, wat kunnen we daarin verbeteren, veranderen. En eigenlijk leer je kleine stapjes te nemen om jezelf, je eigen impact te vergroten en je voetafdruk te verkleinen. Nou, we houden natuurlijk rekening met de RIVM-richtlijnen op de 1,5 meter afstand. Nou komt er vanavond weer een persconferentie, dus misschien wordt het nog spannend qua groepsgrootte. Maar voorlopig gaan we ervan uit. We werken met een klein groepje van 4 tot 6 deelnemers. En bij de ene groep hebben we nog 1 deelnemer nodig om te kunnen starten. De groep die op dinsdagavond start. En de groep die op woensdag start, die ik faciliteer samen met een andere coach. Hebben we in principe genoeg deelnemers, maar we kunnen er nog 1 of 2 gebruiken. En ik denk dat zo'n beetje... nog 1 dingetje. We spreken af in Zaanstad, ofwel bij een van de coaches of de deelnemers thuis, of in een openbare gelegenheid die goed bereikbaar is per OV. Deelname kost, moet ik het uit mijn hoofd gaan zeggen? Had ik dat hier rechts gezet? Ik denk uit mijn hoofd €45 voor de 6 workshops. En dan krijg je ook nog 2 boeken bij. Misschien zit ik er €5 naast, maar
dat had ik beter moeten voorbereiden. En dat is mijn verhaal. Alright, dankjewel Ruud. Ik heb zelf eigenlijk geen aanvullende vragen, helder verhaal. En ik zou zeggen, wees erbij om verder te kunnen gaan met de staanstad, voorstaanstad, stedeling. Hartelijk dank. Ik wil snel doorgaan naar Gijs van Wijk van Urgenda. Die in een korte presentatie van 20 minuten een aantal inspirerende voorbeelden gaat toelichten over hoe het is om aardgasvrij te kunnen wonen in Zaanstad. Gijs, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ik heb mijn scherm gedeeld. Ik weet niet of dat werkt. Anders moet ik af en toe zeggen dat de dia's doorgeschoven moeten worden. Maar nee. Ik hoop dat het lukt. Korte introductie. Mijn naam is dus Gijs van Wijk. Al 8 jaar werkzaam bij Urgenda. En bezig met het verduurzamen van bestaande woningen. Energie-neutraal en aardgasvrij. We hebben er al 100 gedaan, waarvan zo'n 30 in Zaanstad. Daarvoor ben ik 2 jaar coördinator duurzaam bouwen geweest bij de gemeente Zaanstad. En daarvoor 5 jaar bij een ingenieursbureau gewerkt. Het eerste in Nederland voor duurzame energie. Maar vooral ben ik geboren en getogen Zaankanter. Ik ben geboren in het mooiste dorp van Zaanstad. Ja, dan weet u het natuurlijk. Mag hij mag door? Ja, dat is Zaandijk. Geboren aan de Zaan. In de jaren 60, 70 loosden alle bedrijven nog hun afval en hun warmte in de Zaan. Er dreven meer dooie vissen dan dat er levende vissen in de Zaan zwommen. En dat is iets te snel. Hij mag nog even terug. wij zwommen in die Zaan. Terug. Ik zeg wel als je weer verder mag. Wij zwommen in die Zaan en mijn vader was huisarts en zei, daar krijg je extra weerstand van. Nou, dat was ook zo, we waren nooit ziek. Maar enige weemond heb ik wel aan die tijd, want toen de tijd had Zaanstad dus eigenlijk al zijn eigen warmtenet. Er wordt nu heel moeilijk over gedaan en nu mag de volgende sheet, want dat warmtenet liep van zuid naar noord in Zaanstad en dat was feite de Zaan zelf. Ja, doet maar. Precies. Dat is goed om stil bij te staan. In een van de breakout sessies komen we hier nog op terug. Het is goed dat er milieuwetten zijn en dat tegenwoordig de bedrijven niet meer ongelimiteerd mogen lozen. Maar we hadden hem heel goed kunnen gebruiken met alle restwarmte die erin geloosd werd. Volgend sheet. Er zijn globaal 3 oplossingsrichtingen om in de bestaande bouw van het gas af te komen. Ik loop ze even langs en ik laat dan overal wat voorbeelden bij zien. Dan hoop ik dat dat inspireert tot nieuwe ideeën binnen Zaanstad. Globaal is dat een warmtenet, al of niet op fossiele bron. Het kan ook op geothermie, aquathermie. Je kan het gas duurzaam maken, hernieuwbaar gas. Dat kan groen gas zijn of waterstofgas. En een hele belangrijke methode is all electric. Dat is vaak individueel, waarbij je warmtepomp of infrarood gebruikt. Volgende sheet. Ja, ga maar. Mag volgen. Voorbeeld van een warmtenet. Ik behandel geen warmtenetten op fossiele bron. Eigenlijk alleen warmtenetten op duurzame bron. In Roodewolde is een dorp met 124 inwoners en een energiecoöperatie Noorderveld. Die heeft bedacht, wij kunnen op aquathermie over en op WKO. Dat is een warmte-koude opslag. Nou, daar is een mooie studie van gemaakt. Het kost geloof ik 3 miljoen, waarvan 1,5 miljoen subsidie moet zijn. En dan is het nog krap mogelijk. Maar het is wel een mooie methode. Volgende sheet. We gaan er nu wat sneller doorheen. In de Noordoostpolder, in Nagelen, maar ook op Vlieland, is in het kader van de 29 aardgasvrije wijken een proef waarbij de zomerwarmte wordt opgeslagen in een hele grote buffer. Middels zonnecollectoren. En die warmte moet dan in de winter gebruikt worden om de huizen te verwarmen. Nou, ik ben heel benieuwd naar de uitkomst. We hebben dit op Texel geprobeerd op individuele basis. Toen ging er te veel warmte verloren in die buffer. En ik hoop dat op grote basis dit wel gaat werken. Dus we kijken reikhalzend uit naar de resultaten. Volgende sheet. Andere methode die in het Westland goed werkt en die hier iets lastiger is omdat de warmte iets dieper in de grond zit, is geothermie, diepe geothermie moet ik zeggen. Die zit vaak op 3 kilometer diepte. Als je die naar boven kan halen, op temperatuur van 70, 80 graden, dan kan je daar prima
kassen mee verwarmen en ook huizen mee verwarmen. Je hebt dan wel een schaalgrootte van, laten we zeggen, 3.000-4.000 huizen nodig. En je moet ze ook nog allemaal aansluiten. Dus al met alles is dat wel een vrij groot risico, financieel met name. Volgende sheet. Ook in het kader van de 29 aardgasvrije wijken, ook weer in Groningen. De provincie Groningen heeft vrij veel subsidie gekregen om te experimenteren. En dat is op zich ook wel logisch natuurlijk. Omdat daar in verband met aardgas grote problemen zitten. Met groen gas. Groen gas is eigenlijk opgewerkt biogas. En biogas kan weer komen van vergisting, van mest en andere organische stoffen. En daar gaan ze mee experimenteren in Nieuwolda. Volgende sheet. Waterstof, nou, dat is natuurlijk de belofte van de toekomst. Iedereen denkt, kunnen we niet gewoon waterstof door dat aardgasnet pompen? Dan zijn we in één keer van alle problemen verlost en kan iedereen gewoon zijn bestaande installatie houden. Nou, dat is niet heel efficiënt. Waterstof moet gemaakt worden, daar gaat 30% bij verloren. Je kan diezelfde duurzame energie, elektriciteit die je daarvoor nodig hebt, gebruiken voor een warmtepomp bijvoorbeeld. En dan heb je een rendement van 300%. Al met al zit daar dus een factor 5 qua efficiëntie tussen. Maar goed, desalniettemin, waterstof is zeker voor afgelegen gebieden en kan het een oplossing zijn waar andere oplossingen niet mogelijk zijn. In Hogeveen gaan ze ook weer in het kader van die 29 aardgasvrije wijken dit proberen. Volgende sheet. Zaanstad, nou, dat is in het kader van All Electric. We hebben hier zoals gezegd al een stuk of 30 woningen gedaan volgens een uiteindelijk zeer beproefd concept. Dat is gewoon met een warmtepomp, een luchtwaterwarmtepomp, die zowel het warm water als de verwarming verzorgt. Dan moet je wel een aantal radiatoren vervangen, zodat ze ook op lage temperatuur nog voldoende vermogen geven. Isolatie moet een beetje op orde zijn. En je gaat koken op inductie. Daarmee kan je volledig van het aardgas en zelfs bijna energie neutraal worden. Dit concept is eigenlijk het meest beproefde concept voor eigenlijk alle gemeentes in Nederland. Overal waar geen warmtenet mogelijk is of waar je geen fossiel warmtenet wil, is eigenlijk dit de beste methode. Volgende sheet. Dit is eigenlijk een greep van alle projecten in Zaanstad waar wij zelf bij betrokken zijn geweest. Bovenin zie je een aantal projecten bij elkaar. Dat is het project van Partion. Daar hebben we 18 huizen, huurhuizen, verduurzaamd. Voor de rest hebben we her en der wat huizen gedaan. Linksonder is ook het huis van Ruud Swering zichtbaar. En vlak daarnaast ziet u het kantoor van Urgenda en Thuisbaas. Wij zijn tegenwoordig inderdaad gebaseerd in Zaanstad, waar onze mijnroutes en ook die van Marjan Minnesma liggen. En her en der, ja, een voorbeeld van een huis waar het al kan. Een typisch Zaans huis. Dat betekent dus dat ook alle mensen die in dit soort huizen wonen, bijvoorbeeld ook op het Haldersbroek, best met een luchtwaterwarmtepomp hun huis zouden kunnen verwarmen. Want de volgende sheet laat dat zien. Volgende sheet. Je kan zo'n buitenunit, wat natuurlijk een lelijk wit ding is, kan je hartstikke leuk omkleden met een soort kippenhok, waardoor het helemaal geen, lelijk ding in je tuin is naast je Zaans huis. Arie Slinger heeft dit zelf gemaakt. En ik denk dat hij beste bouwtekening wil afstaan voor iedereen die daarvoor geïnteresseerd is. Volgende sheet. In Assendelft, zoals gezegd, hebben we 18 huurwoningen energie neutraal gemaakt. Eigenlijk met hetzelfde beproefde concept. En voor de woningcorporatie ook nog relatief betaalbaar. Je moet de huizen toch gereed maken voor de toekomst. En op deze manier is dat veel goedkoper dan om er een hele nieuwe bouwschil omheen te zetten, wat ook nog veel materiaal kost en een grote footprint heeft. Ik heb eigenlijk het concept en de methode al uitgelegd, een warmtepomp, convectoren, zonnepanelen om uiteindelijk de benodigde elektriciteit op te wekken en een inductiekookplaat en een zwaardere aansluiting. Volgende sheet. Ook hier zijn huurders weer creatief geweest. Niet alle huurders wilden een lelijke buitenunit in de tuin. En je kan hem ook keurig mooi bekleden met kunstgras, waardoor het helemaal niet meer staat in je bloementuin.
volgende sheet. Andere methode om gebruik te maken van een warmtepomp, maar zonder zo'n lelijke buitenunit, die je wel mooi kan maken dus, is met behulp van collectoren. PVT-panelen zijn het eigenlijk, want er gaat zowel warm water door als dat ze met PV-cellen ook elektriciteit opwekken. Dit is dus de bron voor je warmtepomp en is eigenlijk voor elk woonhuis wat minstens 6 panelen kwijt zou kunnen een optie. Hij is wel zo'n 10.000 euro duurder. Maar dan heb je in ieder geval geen buitenunit. Volgende sheet. Een andere optie die niet helemaal aardgasvrij is, maar toch wel een behoorlijk goede benadering daarvan. Een bewoner in Hilversum die zei, ik neem een hybride warmtepomp. Dan hoef ik niet van mijn huidige radiator af. Ik verlaag wel de temperatuur, de aanvoertemperatuur van mijn gasketel. En hij heeft ook de aansturing van de warmtepomp en de gasketel wat veranderd. En hij heeft nog slechts 120 kuub gas nodig. Dat is eigenlijk een kookgasaansluiting bij Liander. En dat betekent dat hij een relatief kleine investering heeft. Hij heeft wel wat gesleuteld aan beide apparaten. Maar hij heeft wel 90% van zijn gasverbruik verminderd. Prachtig, dat is een jaren 70 huis. Is matig geïsoleerd. Zelfs een hoekhuis. Maar het werkt toch. Dus deze methode zou ik ook graag willen bespreken in Zaanstad. Volgende slide. Dit is een voorbeeld uit Duitsland, maar dat zijn we tegenwoordig ook aan toepassen in Nederland. Want je kan je huis namelijk ook uitstekend verwarmen met een airco. Dat klinkt heel onzuinig, maar airco's kunnen heel zuinig verwarmen met een rendement van 4. En als je er een paar gebruikt, bijvoorbeeld voor de begane grond, eentje voor de eerste verdieping, 2, of eentje nog voor de zolder, 3. Dan kan je uiteindelijk voordelig en zuinig van het aardgas af. Dus dit is een toch wel onverwachte nieuwe methode. Volgende sheet. Als je aan het water woont, dat wonen veel mensen natuurlijk in Zaanstad, en veel woonboten in Amsterdam en in Weesp hebben dit ook al, dan hoef je geen luchtwaterwarmtepomp, maar dan ga je natuurlijk het water gebruiken als bron voor je warmtepomp. Dan kan je al een hele ingewikkelde, dure warmtewisselaars voor gebruiken. Wat heel goed werkt, in principe is een zelfgeknutseld ding. Het is een rek van PVC-pijp waar een tuinslang doorheen is gewikkeld. En als je maar voldoende lengte hebt, dan heb je ook voldoende warmtewisselingsvermogen. Deze hang je gewoon naast je boot in het stromende water, want dat is wel belangrijk. Liefst geen stilstaand water, maar liefst stromend water. En je hebt een perfecte bron voor minimaal 10 kilowatt warmtepomp. En dan kan je elk huis mee warm krijgen. Volgende sheet. Wat ook een nieuwe belofte is, is een warmtepomp die met een ander koude middel werkt. De koude middelen die in een warmtepomp zitten zijn namelijk niet zo milieuvriendelijk. Als dat gas zou vrijkomen, dan zijn die soms 3000 keer schadelijker, 2 tot 3000 keer schadelijker dan gewoon CO2. Qua global warming potential, dus het opwarmen van de aarde. Maar je kan dus ook met CO2 als koelmiddel gaan werken. Dat betekent wel dat de warmtepomp wat duurder wordt, want de druk in de compressor wordt veel en veel hoger. Daardoor wordt het apparaat wat duurder. Maar het heeft wel een voordeel dat die global warming potential een stuk kleiner is. 1, namelijk net zo erg als CO2. En het tweede is dat je ook op hoge temperatuur je huis kan verwarmen, dat je dus je radiatoren niet hoeft te veranderen. En dat vinden mensen een heel groot voordeel. Het nadeel is wel dat ze relatief klein vermogen nog hebben. Dus je voor zo'n huis als hier in Leeuwarden staat, heb je dan al gauw 2 grote units nodig. Maar voor de gemiddelde huis in Zaanstad is 1, en dat kan nog een normale buitenunit zijn, voldoende. Volgende sheet. Voor galerijflats zijn er ook best mogelijkheden. Dit is een galerijflat in Delft en die hebben allemaal individuele warmtepompen. En dat zijn natuurlijk lelijke buitenunits. Maar je kan het ook integreren in gevelplaten. Het kost wat, maar je hebt wel iets moois. Volgende sheet. Nog een mogelijkheid om bij hoogbouw toch voldoende energie op te wekken. Is de zogenaamde powernest. Dat is een combinatie van zonnepanelen en windturbines.
dit geheel kan voldoende energie opleveren om de hele flat van elektriciteit te voorzien. Het is nog geen oplossing voor warmte, maar in ieder geval wel voor de elektriciteit. Volgende sheet. Een andere mogelijkheid die ik ook al eerder noemde is juist de vorm met infrarood. Dat werd door ons tot voor kort vooral gebruikt om appartementen mee te verwarmen. Maar er zijn ook mensen die daar een hele huis mee verwarmen en dat werkt goed. Deze meneer heeft elektrische vloerverwarming. Dat noemen sommigen ook infraroodverwarming. Dat is, nou ja, alle warmtestraling is in principe infrarood, maar het is een wat ander soort straling. En met 40 zonnepanelen kan hij zijn hele elektriciteitsgebruik compenseren. Dus dat is zeker ook een manier. Alleen 40 zonnepanelen kunnen de gemiddelde zaankanters niet op hun dak kwijt. Dus ik denk dat een warmtepomp voor de meeste zaankanters iets voor de hand liggender is. Ja, een Breda hoogbouw. Wat doen we daar? Een airco met drie of vier binnenunits. Een paar infraroodpanelen en een boiler. En hiermee kan je dus ook koelen binnen. Dat is dan weer het grote voordeel. En voor de rest komen er dus buitenunits op de balkonnetjes en deels onder de bergingen en op het dak. Volgende sheet. Nog wat ontwikkelingen. Een aantal fabrikanten hebben al zo'n schoorsteenunit waar de buitenunit zelf in past. Dan heb je hem niet in je tuin staan. Dan heb je in je tuin in ieder geval niet eventueel geluidsoverlast. Op deze manier heb je het op het dak. Zou je wat geluidsoverlast kunnen hebben als je op zolder slaapt. Maar het is in ieder geval een goede manier om het ding weg te werken. En deze ontwikkeling door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is vooral bedoeld om wat goedkoper te maken. En ook van binnenuit bereikbaar te maken. Zodat je onderhoud kan plegen aan het apparaat. Volgende sheet. Nou, dit is een hele mooie toepassing. Er is al natuurlijk al jaren geen Elfstedentocht meer. Dit is de langste periode zonder Elfstedentocht. Hoe kan je nou je huis verwarmen en ook nog zorgen dat er een Elfstedentocht komt? Nou, dat kan je combineren. Als er elke 20 meter een huis zou staan met een warmtepomp, dan zou je zoveel warmte uit die Elfstedenroute kunnen halen. Dan zou je zo goed kunnen koelen dat dat water van 4 naar 0 graden gaat en daardoor bevriest. En ook de faseovergang wordt daarmee bereikt. De elektriciteit die daarvoor nodig is, kan door 26 windturbines geleverd worden. En zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan door en de huizen duurzaam te verwarmen en een Elfstedentocht te veroorzaken. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Volgende sheet. Nou, dat was even volgevlucht alle methodes die je zo al kan gebruiken om je huis van het aardgas af te helpen. Er zijn meer methodes, maar die zijn soms gebaseerd op warmtenetten die dan weer of een fossiele of een houtige biomassabron hebben. Die discussie wil ik hier vandaag natuurlijk in Zaanstad niet aangaan. Maar deze Zaanse pioniers zijn in ieder geval jullie voorgegaan allemaal. Het plaatje is niet compleet, dus als je er niet op staat, bel me niet. Ik weet dat er meer mensen zijn hoor. Met name alle huurders ook van Partheon. Maar het is wel zo, dit is dus voor iedereen mogelijk, voor elk huis mogelijk. Dus laat je inspireren en meld je vooral aan en wees de volgende die zijn huis van het gas af gaat halen. Dat was mijn verhaal. Ja, dankjewel Gijs, eigenlijk voor twee dingen. Eén is het ongelooflijke rijkdom aan maatregelen en interventies die er eigenlijk al gewoon zijn en die we kunnen gaan toepassen. Het andere is dat ik tussen deze lippen door dat iemand uit Zaanstad een zaankanter heet. Wat ik al wel ergens wist, maar niet goed uit mijn woorden kon krijgen. Dus dank daarvoor. We hebben ook een aantal vragen gekregen vanuit het publiek. Ik zou graag als eerste Maria Sandman het woord willen geven. Zou de regie haar aan kunnen zetten? Ja? Ben ik hoor je. Ja, dat hoor je. Oké. Ik had eigenlijk twee vragen. Eigenlijk heb je één al een klein beetje genoemd. Is dat de lucht waterpomp, zeg maar, dat er toch nog wel wat dingen spelen met betrekking tot geluid. Dus daar was ik ook even verder benieuwd naar van hoe je daar tegenaan kijkt. En ook naar de isolatie die dan toegepast zou moeten worden. En de tweede, ik mis eigenlijk het bodemwarmtewaterverhaal. Bodemwarmte gebeuren. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, en wat het geluid betreft, nou ja, geluid is relatief, hè, maar goed, je kan er last van hebben of niet. Zo'n warmtepomp maakt maximaal zo'n 45 decibel geluid. Dat is het geluid van een stille vaatwasser. Maar goed, als dat onder je slaapkamerraam is en je slaapt met het open raam, is dat heel vervelend. Er zijn manieren om daar een kap overheen te zetten die 8 decibel daarvan afhaalt. En elke 3 decibel omlaag is een halvering van het geluid. Dus je kan nagaan hoeveel daar je afhaalt. Maar goed, je moet ook kijken waar je in Zaanstad zit. We hebben zonne-warmtepompen in Assendelft geplaatst. Waar inderdaad geklaagd werd door een van de buren over het geluid. En we hebben toen metingen gedaan. Dat was heel ingewikkeld. Omdat met name in Assendelft moesten we tussen de vliegtuigen door. Hadden we net een half minuut elke keer om te meten wat het geluid van de warmtepomp was. En daarna kwam het geluid van de vliegtuigen van 80 decibel eroverheen. Dus er is vaak wel omgevingsgeluid, wou ik maar zeggen. Maar je kan het dus verminderen, dat geluid, door het door een kast omheen te zetten. En wij zetten hem ook altijd achter in de tuin, waardoor je er minder last van hebt. Dat is één. Wat betreft de bodemwarmtepomp, ja, die had er inderdaad ook nog gewoon bij gekund. Dat was misschien iets te voor de hand liggend. Ik liet hem zien dat je met water als bron kan gebruiken en met collector op dak. Natuurlijk is de bodem ook gewoon een bron die voor woningen geschikt is. Dank voor deze aanvulling. Die zet ik er nog snel bij in de voorbeelden. Dankjewel. Dank je. Volgende vraag van Monika, zonder achternaam. Is zij verstaanbaar? Monika? Je moet nog even unmuten, denk ik, Monika. Hey, Monika? Anders stellen jullie even de vraag. Ja, wij weten de vraag. Wij missen de chatfunctie, Gijs. We kunnen de vraag niet zien in deze Starlink. Misschien Gerard eerst? Ja, zullen we anders eerst naar Gerard gaan? Gerard best. Horen jullie mij nu? Ja, we horen je. Net als tijd. Hallo, Monika Duting. Mijn vraag betrof ook eigenlijk de geluidsoverlast. Want jij merkte snedig op dat vliegtuigen misschien wat meer lawaai veroorzaken. Maar dat je weet dat geluid op andere manieren ervaren wordt en ook op een andere manier ja, laten we zeggen, optreedt als dat een soort permanent gebrom of iets dergelijks is. Ik vroeg me eigenlijk af bij die projecten die je liet zien. Nu is het zo, iedereen heeft een soort individuele warmtepomp in zijn tuin. Is het bijvoorbeeld bij wijken waar eigenlijk vanuit woningbouwcoöperaties wordt geopereerd, mogelijk om gewoon, laten we zeggen, één warmtepomp ergens op het voetbalveld te plaatsen en dan heeft niemand er zoveel last van? Of is dat een onmogelijkheid? Dus zeg maar dat je een soort collectief... Nee, het is helemaal duidelijk. Een klein collectief systeem is natuurlijk altijd mogelijk. Wat het probleem is dat het wat betreft de warmtepomp vaak niet heel veel goedkoper wordt. Je moet meerdere warmtepompen in cascade zetten naast elkaar. En de extra kostenpost zit hem dan in het net wat je moet leggen. En ja, dat maakt dat dit soort projecten vaak toch een stuk duurder. En een individuele warmtepomp blijkt toch altijd de goedkoopste oplossing te zijn. Dat is eigenlijk de reden waarom dat vaak gebruikt wordt. En daarnaast heb je natuurlijk, als je het in de wijk doet, de medewerking van alle bewoners nodig. Nou, dat is met name op dit moment nog wel een probleem. Meestal zijn het een paar voorlopende huurders die zeggen, of bewoners in de straat, ik wil wel meedoen, maar een aantal mensen is ook nog afwachtend, dus je krijgt nog niet iedereen mee, dus dat maakt het ook nog wat ingewikkeld. Overigens zijn we nu bezig in warme huizen, waar we in één hofje 10 van de 16 huizen van een individueel systeem gaan voorzien. Dus het is al bijna een hele straat, en dat was het al bijna mogelijk geweest om echt een klein netje neer te leggen. Dus ja, het is mogelijk, maar B, de kosten zijn hoger. Maar maakt het uit qua lawaai, bedoel ik? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf. Zeg maar, 10 keer hetzelfde geluid. Nee, als je een grotere warmtepomp neerzet, wordt het geluid zeker niet veel groter. Het wordt wel groter hoor, maar niet als je zegt, ik ga 10 huizen aansluiten op een 8 keer zo grote warmtepomp, is het niet 8 keer zoveel geluid. Maar je moet wel een plek vinden waar het geluid, geen kwaad kan. En dat is vaak ook nog wel ingewikkeld. Dan moet je inderdaad een voetbalveldje hebben. Of je kan zeggen, ik gebruik de ondergrond van een voetbalveld. En dat kan heel goed. Waar je bronnen slaat, dat je zegt, verticale bodemwarmtewisselaars.
Sterker nog, je kan ook horizontale slangen in het voetbalveld leggen. Dat hebben ze bij een school in Monnikendam gedaan, of in Edam. Gewoon het hele voetbalveld volgelegd met slangen. Bovendien kan je daarmee ook sneeuw vrij houden eventueel en vorstvrij. Dus dat is een hele leuke mogelijkheid. Dat kan, maar het kost allemaal extra geld. Het wordt er niet goedkoper van. Dat is een beetje het jammer. Maar het geluid is wel weer. Alright, dankjewel Monica. Ik wil eigenlijk nog één vraag voordat we richting de breakouts gaan. Gerard Best, zou ik jou het woord daarvoor mogen geven? En de andere vragen kunnen we eventueel ook behandelen na afloop van de breakouts. Dus stel ze gerust, dan houden we die nog eventjes vast. Gerard. Dank je vriendelijk. Ik woon op het allermooiste stukje op Zaandijk na. Het Haaldersbroek is toch net even wat mooier. Maar het is geen dorp, hè? Nee, dat is waar, maar wel een dorpsgebied. Daar zitten natuurlijk in een dorpsgebied heb je meer wetten en regelgeving, omdat het rijksbeschermd is. Zijn er dingen die absoluut niet mogen en wel mogen? Zonnepanelen mag bijvoorbeeld niet. Warmtebron heb ik mijn twijfels over. Het is natuurlijk iets anders dan zeg maar, de rest van Zaanstad. Nou, dat klopt, maar ik weet niet of je de presentatie hebt gezien. Ik heb net het huis van Rijsseng laten zien. Dat ook onder diezelfde wetten. Aan de achterkant mocht hij wel zonnepanelen. Dat heeft overigens wel heel wat voet in de aarde gehad. Daar zal ik verder niet op ingaan, want menig ambtenaar heeft daar slechte herinneringen aan. Dus het hangt er een beetje vanaf of ze in het zicht liggen, denk ik. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden. En je kan ook zeggen, ik laat de duurzame energie van elders komen. Ik neem deel in een coöperatie. Maar goed, als die buitenunit op de manier van Harry Slinger wel mogelijk zou zijn, dan is dat wel een veel goedkopere oplossing. Dan de andere oplossing die ik heel mooi vind hoor, die jullie straks gaan bespreken. Daar wil ik ook zeker over meedenken. Om van de Zaan te gebruiken. Nee, ik heb ook laten zien dat dat in principe kan. Dat moet iets anders dan met zo'n individuele slang die in het water hangt. Maar goed, daar kunnen we het straks over hebben. Maar is daar eerder, maar dat is denk ik meer een vraag richting Zaanstad en niet zozeer richting jou, denk ik. Of er versoepelingen mogelijk zijn qua zichtwerk. Ik bedoel, er zijn zat huizen op het Haaldersbroek waarbij, ja, gooi me vol met zonnepanelen. Alleen het mag tot dusver niet. Nou ja, kijk, als je een dak hebt aan de achterkant van het huis, kan ik me voorstellen dat er in ieder geval versoepeling zou kunnen plaatsvinden. Maar goed, bij de puntdaken zie je het eigenlijk altijd. En dat, daar is, is wel een ding. En ik denk dat je zo'n mooie dorpsgemeenschap als het Haaldersbroek, die wil je ook echt wel mooi houden. Dus er zijn dan mogelijkheden om dan deel te nemen in een collectief. Van Zaanse operatie bijvoorbeeld, neem je deel in een zonnepark of een windpark. En op die manier kan je toch je eigen duurzame energie opwekken. Ja, helaas is dat iets meer delig dan op eigen dak. Maar ja, nou dat. Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen als je hier woont. Absoluut. Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat de gemeente niet in de verleiding zal komen om deze vraag op dit moment te beantwoorden. Nee, dat maar in de nazorg wel nog iets op terug gaan reageren. Ja, nogmaals dank Gijs voor de enorme uiteenzetting van de enorme hoeveelheid maatregelen die er zijn. Wat ik zelf altijd wel het gevoel bij heb is van fijn dat al die keuzes er zijn, maar eigenlijk zou ik liever misschien minder keuze willen hebben, omdat ik denk van ja, waarom zou ik alles moeten uitzoeken? Is dat ook waarom we waar we voor bij de thuisbaas aan kunnen kloppen? Dat we een gericht advies krijgen per woning, wat nou de allerbeste strategie is om richting gasloos en klimaatneutraal te gaan? Klopt helemaal. Wij zoeken de mogelijkheden uit en we kijken er vooral bij naar de haalbaarheid. En qua financieel behaalbaarheid, als je de goedkoopste oplossing wil, kom je eigenlijk altijd uit bij die luchtwaterwarmtepomp. Wil je het iets mooier, dan kom je uit bij of een grondboring of zo'n oplossing met PVT-panelen. Die heb ik overigens zelf ook op mijn dak liggen. Dat is een hele mooie oplossing. En voor iedereen die aan het water woont, ja, is dat water te gebruiken. En dat is op zich niet eens een duurdere oplossing, maar het is wel een beetje spannend voor veel mensen. Omdat het is niet zo vaak toegepast. Ja? Dank voor nu, Gijs. Wij gaan nu richting de breakouts. En ik heb net even kort toegelicht hoe dat werkt. Wij willen dus in vier kleinere groepen ingaan op een aantal van die actuele onderwerpen. Juist dat we dus geloven dat in die kleine groepen
er ook iets meer gesprek kan plaatsvinden in plaats van dat het nu best wel toch zend is met een beperkt aantal vragen. Ik ben ook in de veronderstelling dat jullie ook allemaal een breakout gekozen hebben. En bij elke breakout is er ook weer een aparte moderator. Begint met een presentatie of een introductie. Dus wat mij betreft gaan we dus nu door naar die breakouts. Dat doe je dus door hier op de rode knop te drukken van dat je hier uitgaat. Om 17:40 komen we dan weer plenair terug. Dan druk je dus op de link waarmee je oorspronkelijk hebt aangemeld. En dan klikken we dus nu terug naar de breakout die je hebt gekozen. Ik zal het nog even kort herhalen. De eerste breakout gaat over Ekerhof Noorderveer. De tweede over de Zaan als energieleverancier, waar Gijs het net ook al even over hebt gehad. 3, de renovatieversneller. En als jullie op de 4e klikken, dan zien jullie mij weer, omdat we dus in een kleine groep van ontwikkelaars, aannemers, architecten een verkenning gaan doen over samenwerken aan duurzame nieuwbouw. Dus voor zover je dat nog niet hebt gedaan, dit zijn de 4 breakout sessies en we zien elkaar zo dadelijk weer. Tot zo. We willen eigenlijk iedereen eventjes de gelegenheid geven om te reflecteren over wat we in de verschillende breakouts hebben gehad. Ik zelf zat in een breakout waarbij de tijd op zich wel voorbij vloog. Dus ik kan me voorstellen dat het bij anderen ook is gebeurd. Laten we gewoon op volgorde van de groepen van start gaan. Dus ik zou graag als eerste Ekerhof Noorderveer het woord willen geven. Wie kan ik dat vragen? Alice gaat terugkoppelen. Komt eraan. Ja, daar is hij. Ja, daar is hij. Ja, daar ben ik. Horen jullie mij? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, om te beginnen, we hebben een heel warm en inspirerend verhaal gehoord van Jacob over Ekerhof Noorderveer. Een warme initiatief van een groep bewoners die al jaren eigenlijk bezig is om dit concept te bedenken. En hij heeft een aantal tips en dingen aan ons meegegeven waar ik heel kort wat over wil zeggen. Allereerst heb ik een nieuw woord geleerd en dat is dakboer. Want hij is dakboer bij Pennemus en hij maakt dus een daktuin. Of daar heeft hij dan beesten. Nou, dat woord dat onthoud ik de rest van mijn leven. Dat vond ik heel mooi. Wat wel mooi was, is hij is al jaren bezig met het creëren van dit concept. En hij zegt ook van ja, als je zoiets wil als een eco-hof en je wil allerlei dingen tegelijk. Hè, je wilt dat het duurzaam is en dat het betaalbaar is en dat het gevarieerd is en dat het goed is voor het milieu en goed is voor de maatschappij. Dan wil je heel erg veel. En tegelijkertijd is het een uniek concept waar iedereen heel enthousiast over wordt. En enthousiast zijn is voor de groep zelf van de initiatiefnemers super belangrijk. Want als mensen niet enthousiast zijn en geïnspireerd raken, haken ze af. En je hebt die inspiratie nodig, want het duurt jaren. En aan de andere kant is partnerschap heel erg belangrijk. En zijn stelling is van partnerschap betekent toch dat je heel lang met elkaar in gesprek blijft. En dat is ook wel zijn opdracht aan de gemeente. Kijk, als je over dit soort initiatieven praat, op een andere manier naar initiatieven van bewoners. Want, zegt hij, het gaat uiteindelijk om de waarde. En die waarde van wat zij op dit moment creëren met die Ekerhof, Noorderveer, is misschien hetzelfde als wat je normaal gesproken aan grondprijs zou vragen of wat je ermee zou kunnen verdienen. Dus van iedereen vraagt het een soort andere manier van kijken naar zo'n concept. Waarbij hij zegt, kijk niet nu naar wat het nu eigenlijk allemaal voor problemen en obstakels oplevert. Maar kijk naar de waarde die je over 10 jaar hebt als je zoiets zou kunnen creëren met elkaar. Ik vond het heel inspirerend. We hadden niet een hele grote groep en vooral Femke heeft er heel veel vragen en antwoorden voor gekregen. Maar volgens mij wil hij heel graag verder praten en biedt hij zich opnieuw weer aan om als pionier ons te helpen als gemeente dan om dat goed te doen en daar anders naar te kijken in de toekomst. En ik denk dat ik door mijn tijd heen ben, hè? Ja, je bent in principe door je tijd heen. Ik probeer eigenlijk elke breakout te verleiden tot een concrete actie die dan zo smart mogelijk geformuleerd wordt. Kunnen jullie dat doen? Hebben jullie 1 iemand aangewezen die op een bepaald tijd iets gaat doen? Nou, ik denk dat Femke zichzelf wel een doel heeft gesteld, is dat pionieren ook daadwerkelijk concreet te maken. En volgens mij, maar dan moet Femke misschien, kan jij dat zelf nog iets concreter aanvullen wat jouw belofte was of jouw vraag? Ja, we zijn natuurlijk als gemeente aan het kijken hoe we kaders gaan stellen in deze transitie. Waar natuurlijk en klimaatadaptatie en energietransitie en circulair in toenemende mate vraagt om
hoe je bouwt en waar je bouwt en hoe je dat vormgeeft en hoe je dat met elkaar afweegt. Die meervoudige waardecreatie, dus waar zo'n project nou juist zorgt voor en klimaatadaptatie en bijdrage aan de energietransitie en het sociale component, waar je dat raakt. Daar heb ik met Jacob een vervolgafspraak gemaakt om te kijken of we daar kunnen leren van best practices landelijk, waar dit soort meervoudige waardecreatie beter tot zijn recht komt. Want dat is iets waar we ons gewoon nog in moeten ontwikkelen. Right, dankjewel. Een hele mooie oproep van Jarka. Een van de mooie dingen ook, dat er uit is gegaan van bestaande bomen. Door verzilting gaan de nieuwe bomen het vaak ook niet redden. Dus ik vond dat ook een heel mooi punt ingebracht van juist daar waar je bomen behoudt. Zijn we op groen gebied ook goed bezig. Klinkt goed. Dankjewel, Alice. Ik zou nu graag naar de werkgroep aquacultuur willen. Ik ga ervan uit dat Sophie dat doet, alleen die zie ik niet. Daar is Sophie. Sorry Wouter, ik heb aquacultuur opgeschreven, dus aquacultuur. Dat blijft er insluipen bij mij, excuus. Ik lees inderdaad ik weet natuurlijk wel dat het niet over aquacultuur gaat, aquathermie, my bad. Sophie, kun jij iets vertellen over aquathermie, dus niet aquacultuur? Ja, zeker. Bij ons heeft Maarten Noom uitleg gegeven over aquathermie en hoe de betrokken bewoners van Haldersbroek en Zaaneiland eigenlijk hiermee aan de slag zijn gegaan. Daarna gaf Rob Geldof een visie vanuit Overmorgen over aquathermie. En we kwamen er eigenlijk achter dat er best een aantal randvoorwaarden zijn om aquathermie op verschillende plekken uit te voeren. En dat die randvoorwaarden zeker onderzocht moeten gaan worden. En zeker in samenwerking met de gemeente. Dus daar was heel veel animo voor. Dus dat vond ik heel, heel leuk en prettig, denk ik, om te horen. Daarnaast zijn er verschillende stakeholders ook bij betrokken. Bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, Partion, die hier ook meer over zouden willen weten. Dus dat was in het kort de samenvatting, denk ik, van onze bijeenkomst. Want er is heel veel mogelijk met aquathermie, zeker in Zaanstad. Dat punt werd ook nog aangestipt, dat de Zaanstad eigenlijk een voorbeeld zou moeten nemen om aquathermie verder te brengen gezien hun ligging. En een historie, dus dat vind ik ook nog wel een belangrijk punt. En verder veel energie en verder veel motivatie om samen hierover door te spreken. Want het onderwerp was zeker nog niet afgesloten. Klinkt goed, Sophie. Is het ook gelukt om iets van een concrete actie te determineren of te bepalen? Sorry, mijn licht. Ja. We hebben wel in bijeenkomst even over gehad over het plannen van een vervolgsessie om hierover door te praten en ook over met verschillende stakeholders hierover door te praten en ook over verschillende vervolgonderzoeken die eventueel moeten plaatsvinden op bepaalde plekken in Zaanstad om uit te zoeken wat voor soort aquathermie de juiste is en of aquathermie de juiste is. Dus ik zou willen voorstellen, als concreet voorstel, dat een nieuwe datum qua afspraken om hierover door te praten wel geprikt kan worden door de gemeente Zaanstad in elk geval. Alright, dankjewel. Derde werkgroep, nu kijk ik het goed voorlees, de renovatieversneller. Daar geef ik, eventjes kijken, Lisanne het woord. Oké, hallo, dankjewel. We hadden een interessante sessie, alleen hij was nog korter dan die al was. Dus het was bij ons ook vrij in tijdsnood aan het einde. Ik heb de renovatieversneller toegelicht en het onderzoek wat de TU Eindhoven in dat kader gaat doen ook nader toegelicht. En proberen toe te lichten hoe we met geavanceerdere rekenmodellen eigenlijk zowel corporaties als particulieren van veel betrouwbaardere en betere adviezen willen voorzien als het gaat om verduurzaming van woningen. Waarbij we winter- en zomercomfort en gezond binnenklimaat en belasting van het elektriciteitsnet veel gedetailleerder mee kunnen nemen. En ook voor de verschillende keuzes die er op wijd niveau in de transitievisies warmtes worden gemaakt, voor elke keuze een duidelijke inzicht in de consequenties voor de verduurzaming van de woningen en wat daar dan optimale keuzes zijn die daarbij horen. Ik heb een hele hoop vragen gekregen, maar we hebben het helaas niet over concrete vervolgstappen gehad. Ik wist ook niet dat dat
in de bedoeling was. Maar ik wil in ieder geval aanbieden om hier met wie daar interesse in heeft over verder te praten. En ik had het gevoel dat we dat nog wel een paar uur konden volhouden. Ja, nou, en je hebt helemaal gelijk, dat hebben we niet vooraf meegegeven. En ik zat zelf ook in een werkgroep waarbij dat ook niet echt gelukt is. Maar ik dacht, ik ga het in ieder geval proberen dat te ontlokken. Dus dan dank voor het aanbod in ieder geval. En dan ben ik zelf als laatste duurzame nieuwbouw. Wij hebben best wel een aantal thema's lang gehad aan de hand van een aantal stellingen die Koert-Jan heeft geïntroduceerd. En dat ging over van hoe kan je nou ook omgaan met de verschillende ambities en eisen die er worden gesteld aan zowel nieuwbouw als, maar vooral aan nieuwbouw. Maar hoe dat zich ook weer verhoudt tot de opgave die ook in de stad speelt, namelijk de duurzame renovatie. En een van de belangrijkste punten wat mij betreft ging over dat we toch nog iets meer of iets minder van project naar project moeten kijken, maar nog meer van gebiedsontwikkeling, dus wat meer programmatisch moeten aanpakken. En als je het programmatisch aanpakt, dan kan je wellicht ook nog beter de bestaande kennis en innovatie die bij de kennisinstellingen is toepassen. En je kan ook misschien wel bepaalde projecten binnen in een gebied een bepaalde eigen signatuur geven. Dus misschien dat je in één wijk wel alles wil doen aan energie neutraal maken of zelfs energie leverend. Terwijl je in een andere wijk vooral een project wil doen die bijdraagt aan de sociale cohesie. En op een andere plek juist betaalbare woningen en op een andere plek wat meer circulair wil gaan doen. En het mooie is als je dat dus ook wat meer programmatisch aanpakt, dan kan je ook nadenken over de maatschappelijke kosten en baten dat je die vanaf het begin af aan in kaart brengt en daar vanaf het begin af aan ook al rekent. Dus dat was, daar hebben we best wat tijd aan besteed. Op een gegeven moment ging het ook over wat moeten we toch met die consumenten? Want die consumenten die vragen eigenlijk helemaal niet per se om duurzaamheidsmaatregelen. En we kwamen ook tot de conclusie dat we dat het verhaal beter moeten vertellen. Dus niet alleen dat dat het die lagere energierekening oplevert, maar ook dus, dat je eventueel dus een lagere maandlasten kan gaan krijgen. En ook de kosten en baten. Ik probeer natuurlijk te kijken naar mijn groepje, maar die zie ik nu niet in beeld of ik nou alles heb gehad. Gelukkig was wethouder Songul Moedler ook nog gedeeltelijk in het stuk. Dus misschien dat ze ook nog even kort kan reflecteren op wat zij heeft gehoord en überhaupt zeg maar, op deze hele sessie. Waar ik graag het woord willen geven. Ja, dankjewel Wouter. Ja, ik heb even bij iedereen zitten kijken. Dus ik ben bij meerdere sessies geweest en het laatste was inderdaad bij jullie. En ik kwam midden in de discussie over consumenten, want dat blijft voor mij nog wel even een zorgenpunt. Want ik ben nu, ik heb nu twee projecten lopen waarbij bewoners mij mailen over EPV's en hoe wordt dat berekend en hun enorme zorgen uiten. Dus het verhaal vertellen van waar doen we dit voor en hoe gaan we dat doen en wat levert dat uiteindelijk voor de samenleving en uiteraard ook voor je eigen portemonnee op, hè? Dat is wel even een hele belangrijke verhaal om te vertellen. Ik kan me nog de presentatie herinneren van vorig jaar, waarbij werd gezegd, nou, als we deze tempo aanhouden, dan zijn we in 2050 of 2060 wel klaar met onze ambities met verduurzaming van woningbouw. Dus daar moet wel een bepaalde tempo komen, maar je moet wel mensen, dus niet alleen je bewoners meekrijgen. Dat is die grote opgave die we hebben, met name als het gaat om de bestaande woningbouw. Maar ook al je partners en ik denk dat we daar nog wat enkele grote stappen in moeten zetten, Wouter. Dat was voor mij wel ook wel een conclusie die ik trok. Ja, en het meekrijgen van alle deelnemende partijen, dat kan op allerlei manieren zijn. Maar door ze we hebben het gehad over een soort van denkend perspectief van een grote worst. Maar hoe kan je nou als gemeente er ook vanaf het begin af aan de juiste kaders in zetten, zodat iedereen ook weet waar hij aan toe is? En ook niet op een oneigenlijke manier prijs gaat duiken, omdat hij dan net een wat minder ambitieus voorstel heeft. Dus ik denk dat het vergt wel een belangrijke rol van de gemeente. Dat is in ieder geval mij wel duidelijk. En dat, nou, dat past ook bij een gemeente met ambities, zou ik zeggen. Zeker. Femke, had jij nog wat huishoudelijke mededeling voordat ik het allerlaatste woord aan wethouder Mutler geef? Ja, dankjewel Wouter. Jeetje, het zit erop. Wat een rollercoaster is het geweest.
Even voor de goede orde. Volgende bijeenkomsten gaan we weer organiseren nadat het klimaatakkoord is opgesteld. Maar heb je daar concrete ideeën over of vind je het leuk om daar een deel van de organisatie op je te nemen? Kom vooral in de lucht, want dat willen we vooral in co-creatie doen. Zoals we ook nu de thema's hebben gekozen op basis van input die mensen hebben gegeven. Heb je nog initiatieven of ontwikkelingen die goed zijn voor ons om mee te nemen in wat er allemaal in Zaanstad gebeurt? Laat het ons weten. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid? Dan nodigen we je uit om lid te worden van de nieuwsbrief Nieuw Zaanse Klimaat. Dat kan via de aanmeldknop op de website. En daar hebben we ook een pagina waarin we proberen zoveel mogelijk actuele subsidiekansen of financieringsmogelijkheden die we langs zien komen. En die relevant zijn zowel voor inwoners als bedrijven als voor corporaties, et cetera. Als we die zien, zetten we die daar neer. Dus blijf ons ook volgen op de website en we hopen met jullie verder voort te kunnen bouwen. Hey Femke, ik heb nog één laatste vraag. Wanneer willen jullie dat af hebben, dat klimaatakkoord? Is een groeiend document. Dus we hebben vorig jaar was het akkoord eigenlijk een verzameling van initiatieven. Nu wordt dat eigenlijk tot een soort coherent overzicht gemaakt met een doorbreking van impact. En gaandeweg merken we dat het steeds concreter wordt. Dus sommige dingen zijn nog abstract, sommige dingen zijn nog niet goed uitgewerkt. Dus idealiter is het een document dat elk jaar ons dichter brengt bij ons einddoel en steeds ook duidelijker maakt waar de gaten nog zitten en hoe we die met elkaar moeten dichten. Ja, vandaar ook deze tafels natuurlijk. Ja, ja. En ik wou ook nog zeggen dat er nog één of twee vragen zijn. Dus als het helemaal afgerond is, dan is het misschien deze mensen toch... Ik zag nog een vraag van Gerard Best. Dus wat mij betreft geven we hem nog eventjes het woord. We hebben nog 2 minuten de tijd, dus ik ben benieuwd of hij een mooie ronde vraag kan maken, waardoor het allemaal bij elkaar komt. No pressure, dankjewel. In hoeverre en hoe snel, gezien alle akkoorden die er allemaal nog moeten volgen bij de gemeente en alle plannen die nog gemaakt moeten worden, zijn pilotprojecten realiseerbaar? En aan pilotprojecten doe ik op het hele aquathermie van Zaaneiland, CQ Haaldersbroek. Ik weet dat er op Haaldersbroek, daar zit ook nog een bodemsaneringsplan aan te komen begin volgend jaar, aquathermie. Heeft daar natuurlijk ook voor een deel mee te maken dat je ook met je aansluitingen zit in dat soort dingen. In hoeverre wordt daarna gekeken om combi's te maken om een of andere pilot op te starten? Ja, ik vind het een goede vraag, maar ik vind het zelf ingewikkeld om te beantwoorden. Femke, wil jij deze nu beantwoorden of wil je die eventueel achteraf nog één op één met Gerard bespreken? Ja, ik denk dat we verder moeten doorspreken met Gerard. Ik kan wel zeggen, we gaan met de wijkuitvoeringsplannen die gaan komen, gaan we concreter worden waar we beginnen en waar we dus op het eerste, misschien mogelijk juist specifiek met pilot aan de slag moeten. Maar dat, ik kan het nu niet concreter maken op dit moment. Maar het is een goed punt om te kijken. Kom er graag op terug. Ja, gezellig. All right. Als er dan verder geen afrondende vragen zijn, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het deelnemen. Ik vond het zelf echt een, zoals Robert Jensen zou zeggen, een bomvolle show. Waarbij we enorm veel verschillende hoeken hebben gehad, waarin inspiratie, kritische vragen, oprechte interesse hebben gehad om het gesprek aan te gaan. En ik kan me voorstellen dat Zaanstad hier weer heel veel informatie uithaalt en betrokkenheid van de stad om samen de stappen te zetten die nodig zijn om het klimaatakkoord een stap verder te brengen. Dus nogmaals, hartelijk dank iedereen. En jullie horen van ons.